Samen. Ik hoop dat u weer een beetje bekomen bent van alles wat er deze week over ons heen gestort is. Aan beperkingen. Ja. Ik vraag me wel eens af hoeveel vrijheid we nog kunnen genieten straks. We praten al over de Q2 en over de Q3-code. En dat betekent dat als je niet meer meeloopt met de massa, dat je straks uitgesloten wordt. In Australië is dat al het geval. Er zijn meerdere landen die dat in overweging hebben. Broeder, zuster, het is vanmorgen ook al gezegd, maar ik heb het gisteren al gedeeld met de kinderen. Wat staan we dicht bij de komst van de Heer Jezus? Het gaat in een enorm versneld tempo. Het is bijna niet meer bij te houden de ontwikkelingen die we dagelijks meemaken. Maar het is wel een splijtswam onder gelovigen. Splijtswam in gezinnen. Splijtswam in gemeenten. Terwijl je juist in deze tijd elkaar zo nodig hebt. En elkaar moet vasthouden. Waar, vraag ik me wel eens af, waar blijven de stemmen vanuit kerken en gemeenten door de overheid ter verantwoording te roepen door te zeggen, dit gaat niet goed. Maar goed, de angst regeert. Maar de Bijbel zegt ons, zie niet angstig rond, want de Heere is uw God. En het loopt hem niet uit de hand, echt niet. Maar we denken aan oplossingen te vinden. Maar die zijn er niet meer. Ik heb het vorige week ook gezegd, de wereld is failliet. Maar God niet. Wat zeg je? Zo is dat. Ja. Broeder, zuster, ja, ik wil een paar versen met u lezen uit de Hebreeënbrief. Het 11e hoofdstuk. En ik zal u ook zeggen waarom ik hier vanmorgen een aantal gedachten met u over wil delen. Ik keek naar een uitzending van de EO en daar werd eigenlijk gezegd van evolutie is niet in strijd met de Bijbelse principes. Dat kan in hand gaan. En toen kwam de gedachte bij mij op van hoe kun je met je klein burgerlijk verstand begrijpen wat God heeft tot stand gebracht. Broeder, zuster, ik lees in Psalm 33, vers 9. Hij spreekt en het is er. En hij gebiedt en het staat er. En als je dan naar dat immense heelal kijkt en God die alle sterren bij name noemt en die door het woord alles heeft geschapen, denk ik, hoe durf je als gelovige dit soort dingen in de mond te nemen? Ik vind het echt onvoorstelbaar. Het geloof, Hebreeën 11. En dat gaat over het geloof. Die is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien we in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was en dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. Hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken.
Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft in tenten gewoond. Met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Broeder, zuster, als je het hele hoofdstuk 11 leest, dan spreekt daaruit dat de geweldenaars in het Oude Testament zich vasthielden als ziende de onzienlijke. Door het geloof. En de eerste zin zegt het al, het geloof. Want er is maar één geloof. En ik denk dat het goed is dat we dat elke keer elkaar voorhouden. Er is maar één Bijbelse waarheid. Dat is het geloof, niet een geloof. Ik heb dat wel meer gezegd, want er zijn heel veel geloven. Hè, die hebben ook een gedeeltelijke waarheid. Maar een halve waarheid is ook een leugen. En de Bijbel is de echte waarheid. En die wordt momenteel, en dat is al jaren bezig, met voeten getreden. En ik denk dat wij als geloven elkaar moeten voorhouden. Dat de Bijbel de waarheid is van kaft tot kaft. En dat wij ons moeten onderwerpen aan het gezag van het woord van God. Het geloof nu, zegt de schrijver, is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Er is een lied wat zegt, 641, ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. En als je dan leest in Hebreeën 6, dat anker is een hoop voor de ziel, hè? En dat reikt tot in het voorhangsel. Ja, dat is heel bijzonder. Vaste grond onder de voeten van de dingen die men hoopt. En de hoop, die beschaamt niet, zegt ons Romeinen 5, want de liefde van God is uitgestort in onze harten door de kracht van de Heilige Geest. Die hoop. En zonder hoop kun je niet leven. Maar geeft de wereld ons hoop? Nee. Op geen enkele manier. De wereld geeft angst. De wereld geeft wanorde. De wereld geeft verdeeldheid. En noemt u maar op. Daar hebben we mee te maken. En kun je daarmee dealen? Nee, daar kun je niet mee dealen. Op geen enkele manier. Maar wij, als je gelooft en je houdt vast aan de waarde van de Bijbel, dan word je in een hoek gedrukt, want het wordt niet geaccepteerd. Je wordt uitgekotst door de samenleving, want je moet meelopen. En wat zegt ons de Bijbel? Je moet de meerderheid in het kwade niet volgen. Is het dan zo dat de meerderheid altijd gelijk heeft? Nu, ik denk de historie en de geschiedenis heeft ons wel geleerd dat dat niet het geval is. Ik mag het misschien vanmorgen wel even zeggen. Had Hitler gelijk? Met al zijn volgelingen? Nee. Hadden die dictators gelijk in de wereld met al hun volgelingen? Nee. En door de eeuwen heen, en daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor, broeders, zusters, en daarom ook de geloofshelden vanmorgen. Is er altijd een kleine groep mensen geweest die heeft het evangelie doorgegeven in al zijn zuiverheid. En die hebben als het ware, al moest het hun de dood kosten, ze hebben het doorgegeven aan de generatie. En dankzij dat geweldige feit zitten u en ik hier vanmorgen. En mogen wij genieten van de Bijbel. En dan is het misschien dat we in de wereld heel simplistisch zijn. En een beetje van, ach, eenvoudige mensen. Nou, en dan denk ik aan die berijmde psalm. Hè? Van, de eenvoudige wil God steeds gadeslaan. De eenvoud. Was de Heer Jezus dan een mens die op de voorgrond stond? Nee, hij was de eenvoud zelf. En hij wandelde op deze aarde en zijn
zijn mensen die hij aansprak waren de zondaren, de tollenaren en de hoeren. Ja, dat verwacht je toch niet van een koning, hè? Maar die koning stond naast de mensen. Hij bemoedigde hen en hij vertroostte hen. Met een vaste grond van dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die men niet ziet. Nou, dat is een merkwaardige opmerking, hè? Dus je moet iets bewijzen wat je niet ziet. Nou, kunnen wij bewijzen dat God leeft? Omdat je hem niet ziet? Maar de Bijbel die spreekt een hele andere taal. Want wij kunnen bewijzen wat je niet ziet, dat is er. En we hebben iemand in alle eerbied gesproken, die is afgedaald van de hemel. En die is naar beneden gekomen en die heeft verteld wat wij niet kunnen zien, wat zich daar afspeelt. De Heer Jezus zelf. Op een bijzondere manier. Broeder, zuster. Heeft ons het vaderhart van God bekend gemaakt. Het is misschien heel simpel. Dat je zegt van, dat is vanmorgen ook gezegd, er is een broeder bevorderd tot heerlijkheid. Dat vind ik eigenlijk een heel mooi gezegde. Het is is afkomstig van het leger des hels. Maar je wordt ook bevorderd tot heerlijkheid. Want laten we eerlijk zijn, wij zijn op doorreis. We hebben hier geen blijvende stad, broeders, zusters. We zijn op doorreis. En onze eindbestemming is daar waar hij ons plaats heeft bereid. En daar kan ik u echt mee bemoedigen, want dat is de realiteit. Bewijs van zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouderen goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. In het begin was het woord en het woord was God. Dat lezen we in het Johannes-evangelie. Alles is door hem geschapen, de Heer Jezus Christus, het woord was God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Nou, als je nu de wetenschap hebt, met alle respect, maar ze kunnen alleen maar dingen maken die er bestaan. En God die maakt dingen die er niet bestaan. Hij doet dingen en hij schept dingen die er nooit geweest zijn. En dan, dat hebben we ook. Hè? In de beginnen schiep God de hemelen en de aarde. En dan citeer ik weer die Psalm 33. Hij spreekt en het is er. En hij gebiedt en het staat er. Wat een machtige God hebben wij hier toch. Hè? En weet u wat ook zo geweldig is? Dat hij zondaren roept in zijn nabijheid. En dat hij in staat is om mensen tot geloof te brengen in de Heer Jezus door de kracht van de Heilige Geest. Was u op zoek naar God? Ik niet. Nee. Hij zocht mij op. In mijn verlorenheid. En dat was de Heilige Geest. Die als ware mij de Zoon van God voor ogen hield. Om te zeggen van, dat is hem. Dat is je verzoening. Daar is je verlossing. Maar dat is de machtige van Israël, broeder, zuster. En dan denk ik, hoe krijg je het in je hoofd om te zeggen dat er een evolutie is? Ik denk dan aan het visje, dat weet u natuurlijk ook, hè? Er was niets en dat is ook nog ontploft. Hoe kan dat nou? Dan moet je toch een heel groot geloof hebben. Als je dat gelooft, dat er een soort met de evaluatie is, een evolutie is en dat dingen zich... Nou, stop maar. Ik vind het echt, dan denk ik, het is volkomen in strijd met wat de Bijbel zegt. En dat gelovigen zich daarmee bezighouden is voor mij onvoorstelbaar. Door het geloof, dan gaan we verder met het hoofdstuk. Door het geloof, en dan gaan we terug naar het begin van de Bijbel, heeft Abel God een offer, beter offer gebracht dan Kaïn. En wat was nu het verschil tussen het offer? Abel was een schaapherder. En hij had geleerd al van zijn ouders dat als je een offer moest brengen, moest het een bloedig offer zijn. En alle bloedige offers in het Oude Testament wezen op het volmaakte offer. De Heer Jezus Christus die zijn bloed gaf aan het kruis van Golgotha, broeder, zuster. Het bloed uit zijn zij, zegt het lied, spreekt van zonde,
mij vrij. Hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld. Daar kan ik ontroerd van worden. Weet u, u en ik, als we tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus, zijn geboren uit de bloedbaan van de Heer Jezus. Het bloed dat reinigt, want zonder bloedstorting, zegt Hebreeën 9, vers 22, is er geen vergeving op geen enkele manier. En Abel bracht hem een bloedig offer, wat heen wees, nogmaals, op het volmaakte offer. En Kaïn die had een offer, ach, zoals heel veel mensen. Het kan zo ook wel. Nee, het kan zo niet. Je moet het beste wat je hebt van je leven moet je brengen aan onze hemelse Vader en aan de Heer Jezus Christus. De vrucht van onze lippen, het offer. Je moet hem prijzen om wie hij is. Doen we dat, broeder, zuster? Is er een loflied in uw hart? Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we hem prijzen om wie hij is. Ja, rechtvaardig was en heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. Ik denk dat het heel belangrijk is, want daar begint het mee. Het offer. Door dit geloof spreekt hij nog, want dat is niet gestorven. Integendeel, dat leeft. En dan gaan we naar het, naar Henoch. En ik denk dat het moeite waard is, hè, dat Henoch is een type van de gemeente. En ik denk, ik mag het zo zeggen, dat een groot deel van deze gemeente, ik hoop voor u allemaal, dat u in een sterke verwachting leeft. Hè? Want Henoch leefde ook in een hele moeilijke tijd. Voor Noach. En de wereld was toen ook al een neerwaartse spiraal. Hè? God had de bedoeling om die aarde te vernietigen. Dat heeft hij ook gedaan, door de zonvloed. Alle leven, behalve Noach en zijn gezin. Maar Henoch werd weggenomen. En dan kom je even op het punt hè, van denk ik dat ik dat toch even moet zeggen, van die oordelen die voorafgaan aan de duizendjarige vrederijk, die in die zevenjarige verdrukking, maar daarvoor wordt de gemeente weggerukt. En aanstaande zaterdag, dan hebben we daar het thema, bent u klaar voor vertrek? Staat u klaar? Bent u klaar om hem te ontmoeten? Ik moet u zeggen, dat zeg ik vanuit het diepst van mijn hart. Ik ben niet levensmoe, integendeel niet. Maar ik verlang zo om de Heer Jezus te ontmoeten. En ik verlang ook naar hen die me zijn voorgegaan. Om weer verenigd te worden. En echt, ja, maar broeder, er is nog zoveel om voor te leven. Deze wereld heeft geen toekomst meer, lieve mensen. Ik kan huilen waar onze jeugd in terechtgekomen is. Wat een samenleving. Je wordt uitgekotst als je anders denkt. Je moet in het groepsproces moet je meedenken. Je wordt met het gif geconfronteerd wat er in deze wereld is. En dat wordt achter elkaar in de breinen van onze kinderen wordt dat gedaan. En dan heb ik het nog niet over al die troep die we in onze lichaam willen spuiten. Sorry. Denken we nog wel na, broeder, zuster. En ik wil u helemaal niet veroordelen als u een vaccin neemt. Begrijp me goed. Maar denk alstublieft na. Want het is geen vaccin. Het is een gentherapie. En ik bedoel, maar als je de dingen bestudeert, en er zijn virologen en specialisten die er echt iets van zeggen. Maar die worden niet aan het woord gelaten. Dat is het grote probleem, broeder, zuster. We worden in de macht genomen en in de tang gehouden van de farmaceutische industrie. En het is één grote financiële boel. Het zijn grote vergeeft u mij het woord, financiële bloedzuigers. En wij worden uitgebuit. De bevolking die moet daaraan meedoen. Het is onvoorstelbaar. Terwijl God het leven brengt. We worden op een hele andere manier. Worden wij van bovenaf bestuurd, broeder, zuster, Henoch. Werd weggenomen. Henoch, hij werd opgenomen. Omdat hij, er werd van hem getuigd dat hij wandelde met God. Oh, dat is zo prachtig. Hè? Wandelen met God. Dat betekent gewoon de hele dag door, mag ik het zo zeggen, met hem in contact zijn. Goed, ik ben alleen.
Dan wordt me wel eens gevraagd, hoe ga je daar nu mee om? En er zijn heel veel mensen alleen. Ook die vanmorgen met ons verbonden zijn, die thuis met ons meekijken. Er zijn heel veel mensen om me heen. Weet je wat mijn uitlaatklep is? Dat ik de hele dag spreek met mijn hemelse vader. Als ik iets doe, dan zeg ik, nou heer, is dat oneerbiedig? Nee, ik ben mijn maatje kwijt. Mijn aanspreekpunt. Maar God is mijn aanspreekpunt geworden. Mijn hemelse vader, broeder, zuster. Henoch wandelde met God. Nou, niet hardlopen. Nee, wandelen. Ik wandel in het licht met Jezus, zo zegt het lied. En hij werd niet meer gevonden nadat God hem weggenomen had. En ik weet niet hoe u daarover denkt, maar ik probeer er me wel een voorstelling van gemaakt. Als al die christenen die zo verschrikkelijk lastig zijn, straks weg zijn. Goh, ik zou wel eens, misschien is Jinak dan het niet meer. Of op één. Hey, ik vraag me wel eens af, waar zouden ze over discussiëren? Waar zouden ze ons naartoe hebben gedacht? Daar denk je wel eens over na. Maar nee, dan zijn we bij de Heer. Hè? Wat een ontmoeting, hè? Wat een geweldige. Oh, ze zullen best wel een verhaal hebben. Dat geloof ik wel. De wereld zit natuurlijk vol discussies en verhalen. Dus ze zullen daar best wel een reden voor hebben. Ja. Goed, dat was heden. En hij werd weggenomen. Dat hij de dood niet zo ziet. En daar verlang je natuurlijk naar. Zonder geloof, dat is ook heel belangrijk. Dus even een tussenzin. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want je moet geloven dat hij is. Nou, ik zeg het wel eens heel eenvoudig. Als je niet gelooft, dan heb je niets in je leven. Helemaal niets. Je leven is een lege huls geworden. Ja, maar kijk, we hebben ook een tijd gehad, hè, toen hadden we de God is dood theorie. Hè? Want God werd doodverklaard. Ja, je kunt van alles verzinnen, maar hij leeft. En wat wij ook denken of hoe wij doen of wat wij ook beredeneren met elkaar, God gaat zijn weg, hij is er gewoon. Hij gaat door met zijn plan ook in deze wereld. Hij is er. Maar je moet geloven. Geloven alleen. Geloven alleen. Alles is mogelijk, geloven alleen. Je moet geloven dat hij is. Ja, heel simpel gezegd, als mijn buurman er niet is, dan bel ik niet aan. Dus als je God dood hebt verklaard, dan ga je ook nooit naar hem toe. Dus dan mis je de boot. Nou, laat wel eens zeggen van laatst toen was ik ergens. En daar viel een glas op de grond. Maar ik was een beetje te bewegelijk. En dat glas was stuk. Toen zeiden ze, zonde, nee, dat is kapot. Zonde is je doel missen. Dat is heel wat anders. Een glas is kapot. Maar zonde is je doel missen. En dat wil je graag elkaar voorhouden. Dat je het doel voor ogen houdt. Hè? Door het geloof heeft Noach, dat vind je ook zo mooi, hè? Toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd tot redding van zijn gezin. Nou, de Heer Jezus spreekt over Noach. Petrus spreekt over Noach, gaat er morgenavond ook nog iets van zeggen. Petrus' brief, het wordt elke keer weer herhaald. Maar wat was die Noach dan voor een man? Noach rust. Hij kreeg een aanwijzing van God om een boot te bouwen, terwijl de aarde alleen nog maar bevochtigd werd door de dauw. Het had nog nooit geregend. Voordat de wereld door de zondvloed werd gedrukt, was de hele wereld was een subtropisch klimaat. Dat is een bewezen feit. En dan krijg je een aanwijzing van God. En dat is nu juist wat ik zo graag de mensen wil bijbrengen. De Bijbel zegt ons dat God leeft en dat hij de weg wijst. En dat je moet geloven dat wat hij heeft gezegd en op laten tekenen door heilige mannen, door de Heilige Geest geïnspireerd, dat moet je je eigen maken, want God kan niet liegen. Hebreeën 6. Hij kan niet liegen.
Al de beloften hier in deze Bijbel zijn ja en amen in de Heer Jezus. Broeder en zuster. Alles wat hierin opgetekend is. En je ziet het aan je ogen voltrekken. Je moet bijna blind zijn als je het niet ziet. Nu. Hij kreeg een aanwijzing van God. Noach, je moet een boot bouwen. Nou, als je een beetje bekend bent van Israël, hij moest een boot bouwen op het droge. Nou, daar begin je al. Ik heb wel eens voor de jeugd daarover een thema gehouden van Noach zou je vader maar zijn. Maar ik bedoel maar, laten we eerlijk zijn, broeder en zuster. We zitten hier met een aantal mensen en ook die thuis met ons meeleven. Je hebt misschien kinderen of kleinkinderen. Maar mijn kinderen werden erop aangesproken dat ik diende met het woord. Jouw vader, ja, wel een conservatieve man. En hij gelooft ook nog dingen waar wij zeggen van nou, dat is gewoon absurd. Ja, hoe moet je je dat nu voorstellen dat je vertelt dat de Heer Jezus komt op de wolken van de hemel en dat wij opgenomen worden? In de ogen van de wereld is dat dwaasheid. Maar ik denk, juist, broeders, zusters, en dan kom ik weer op Noach, hij begon die ark te bouwen. Tegen alle wetten van die tijd en nu zou je zeggen van, dat doe je toch niet? Van een ark bouwen op de droog. Nee, ik denk dat God niet alles zegt. Maar broeder en zuster, wat is het belangrijk dat als een opdracht van Gods wegen komt, en dat is nu, als we dat vanuit de Bijbel elkaar aanreiken, dan is het bedoeling dat we dat omarmen en dat we dat geloven, dat we het ook in vertrouwen aannemen en ons eigen maken. Dat is heel belangrijk. Ik geloof met heel mijn hart, niet voor 100, maar voor 200% of nog meer, dat wat God zegt, dat zal hij doen. Dat zal hij doen. En dat geloofde Noach ook. En vandaar ook dat hij die ark ging bouwen. En hij bouwde aan die ark 120 jaar. En iedere hamerslag was een getuigenis naar de mensen om hem heen. En er zijn heel, ik denk dat ze, we kunnen natuurlijk de mensen niet raadplegen die dat hebben gezien. Maar ik denk, er zijn sommigen geweest die hebben misschien ook wel eens even geholpen. Maar de meesten hadden gezegd, oh, die man die deugt niet. Die man die deugt niet. Die klopt niet. Wie doet dat nu? Nu, en zo worden ook tegen de christenen aangekeken. De mensen die deugen niet. Van waar geloof je in? En ik denk dat nu juist is, als iedereen goed van je spreekt, dan moet je afvragen of je wel op de goede weg bent. Ja, dat klinkt een beetje scherp misschien. Maar als iedereen je aardig vindt. En dat je, bij wijze van spreken, in iedere preek dat door iedereen gewaardeerd wordt. Dan mag je afvragen, is de preek dan over goed? Want er is een strijd, broeder, zuster. Die is er in de wereld, die is er altijd geweest. Zie maar op de persoon van de Heer Jezus. Hij had mensen die hem volgden. Maar hij had ook mensen die hem afwezen. Die hem verketterden. Als je het goede nieuws brengt, en dat was in de persoon van de Heer Jezus helemaal het geval natuurlijk, maar als je het goede nieuws brengt, dan betekent dat ook dat er een reactie is. En je zou de reactie graag in alle liefde willen omarmen door te zeggen dat mensen die, ja, dat je het hart van de mensen bereikt. Want wat is er nu mooier? En ik denk, mag ik wel zeggen, kinderen, kleinkinderen. Ik heb ook kleinkinderen die niet geloven. Ik kan erom huilen, weet u dat? Ik kan erom huilen. Dan denk ik, als de Heer straks komt, en dan? Want je wilt ze toch graag meenemen? Goed, we hebben het gebed. Als een geweldig wapen wat we in kunnen zetten. En ik hoor mijn dochter nog zeggen, ze zegt, pap, ja, maar als de Heer nou komt en mijn kinderen. Ik zeg, maar lieverd, ik zeg, weet je, het klinkt een beetje scherp. Maar als de Heer daar rekening mee moet houden, komt hij nooit terug.
Want er is altijd wel weer een generatie die zegt, ja, maar mijn kinderen. Weet u? Maar toch, die nood die je voelt in je hart om het verlorene. En dat wil je zo graag overbrengen. Je wilt zo graag dat ze een keuze maken voor de Heer. Nou, broeders, zusters, wij bouwen aan de ark op een goede manier, net zoals Noach. Hij had een aanwijzing voor God. En hij had het zag voor God, werd de ark gebouwd tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid. Door het geloof heeft Abraham, en dat is dan de laatste persoon die ik in dit hoofdstuk toch even mee wil nemen, van Abraham, die werd ook geroepen. Hij moest op reis gaan, hij wist niet waar hij naartoe kwam, waar hij naartoe zou gaan. Nu, wat het verschil tussen Abraham en u en mij is, als wij tot geloof komen, dan weten we dat onze eindbestemming is daar in het vaderhuis met de vele woningen. Maar hij verwachtte ook, want hij woonde in tenten, want hij verwachtte de stad met fundamenten. Het hemels Jeruzalem. Wat is toch wel geweldig, hè? En dat is door God zelf gebouwd. Dan denk ik, als je daarover nadenkt, wat hebben we dan een geweldige toekomst. Maar ik denk, we hebben dat offer hebben we benoemd met Abel. Dat is heel belangrijk, daar begint het mee. Als je tot geloof wil komen, moet je het offer aanvaarden, het kruis van Golgotha, wat de Heer Jezus voor jou, voor u en voor mij leed. Maar dan moet je ook geloven dat hij voor je gestorven is. Dat komt het, dat geloof komt erbij. Maar dan is het volgende, als je gelooft en je wandelt met de Heer, dan heb je een ander leven, zoals de apostel Paulus dat ook zegt in Efeze, van gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. En Abraham, hij ging op reis. En we weten dat hij heeft best wel fouten gemaakt. Hè? Hij wilde God best wel een handje helpen in een aantal dingen. Vandaar dat we nu ook nog met de Palestijnen en de Joden zitten. U weet dat wel, hè? Ik moet niet te veel van zeggen, word ik daar ook weer over aangevallen. Want zo gaat het toch, hè? Maar ik bedoel, maar dat is de realiteit. Maar weet u, al die fouten, en dat is nou juist de barmhartigheid van God. Al die fouten, die buigt hij om tot iets, tot zijn eer. En ja, hoe ga je daar persoonlijk in? Ik bedoel maar, als we persoonlijk naar onszelf kijken, dan maak je toch ook fouten. Ik denk, wat er staat in Romeinen, dat wordt wel eens verkeerd uitgelegd, dat er voor de gelovigen staat, werken alle dingen mee ten goede. Dat staat er. Moet je streep onder zetten. Er staat niet bij dat alle dingen goed zijn. Dat is wat anders. Alle dingen werken wel mee ten goede. En als ik naar mijn eigen leven kijk, hè, en dat is mijn gebed ook, hè, voor mijn kleinkinderen ook. Dan zeg ik, Heer, u hebt mij ook gered. En waar hebt u mij vandaan getrokken? En dat geloof heb ik ook voor mijn kleinkinderen. Maar waar heb ik veel dingen verkeerd gedaan? Dat je je eigen weg zoekt. En dat je denkt, goh, dit is prachtig. Hè? Van, ja, maar het is, afgezien van dat feit, is het allemaal niet zo mooi. Als het even wat verder uitgewerkt wordt. Broeder, zuster, maar Abraham. Maar weet u, en dat wil ik nog benoemen, Abraham was een bidder. Abraham die zag, heeft God ook gezien van aangezicht tot aangezicht. Hè? Want God, mag ik het in alle eerbied zeggen, die kwam incognito bij hem. En hij was met de Heer in gesprek. En weet u wat zo bijzonder was? Dat God in het voornemen had, zou ik voor Abraham iets verbergen wat ik doe. Mijn voeten hier door laten dringen. Met andere woorden, dat de Heer wil ons bekendmaken, heeft het gedaan in zijn woord. We hoeven niet onwetend te zijn over dingen. Natuurlijk, de verborgen dingen zijn voor de Heer. Deuteronomium. En de geopenbaarde zijn van de mensenkinderen. Dus er zijn dingen die kunnen we niet bevatten. Moeten we ook niet proberen. Probeert u zo wel eens een voorstelling te maken van de hemel?
Nou, dan zeg ik met 1 Korinthe 2 vers 9, met Paulus, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in het hart van de mensen niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Kunnen we het bedenken? Nee. Dus het gaat alles erboven. Zo bijzonder, broeders, zusters, het gaat alles erboven. Maar wat doet Abraham? Want God die zegt, ja, ik ga Sodom en Gomorra vernietigen. Ik ga nu even niet praten over Lot, heel in kort even, natuurlijk een vleeselijk christen. Die onttrok zich niet aan de zonde van de plaats waar hij woonde, die hij had opgezocht. Maar wat doet Adam? Hij gaat bidden. Hij gaat bidden. En op het gebed van Abraham wordt Lot met zijn gevolg uit Sodom en Gomorra gehaald. Broeder, zuster. En wat is het offer belangrijk? Wat is het geloof belangrijk? Maar wat is ook het gebed belangrijk? En laten we eerlijk zijn, het gebed is vaak een van de... Het gebedssamenkomst is een van de weinig bezochte bijeenkomsten in de gemeente. Maar ik denk dat we elkaar vast moeten houden. Ik heb vanmorgen tegen de broeders gezegd, en ik wil het ook tegen u zeggen, voordat ik afsluit. Alkmaar, de gemeente in Alkmaar staat, is nogal in beeld. Als je ziet en je googelt even of je kijkt even op YouTube, nou dan kom je dat heel veel tegen. Maar weet u, er is één die daar een bloedhekel aan heeft. Dat is de macht der duisternis. En daarom zeg ik u vanmorgen, broeder, zuster, hou elkaar vast. Blijf in vertrouwen elkaar omarmen. Ga elkaar niet verketteren. Maar kruip bij elkaar. En bid met elkaar. En hou die liefde. Want er gaat een getuigenis uit van Alkmaar. En dat is heel belangrijk. Ook vanmorgen zijn er heel veel mensen bij ons betrokken. Die de dienst via de livestream meemaken. Of wat is het belangrijk? Want je kunt elkaars harten bereiken. Maar nogmaals, het gebed is daarin ook enorm belangrijk. Broeder, zuster, ik zou natuurlijk over Hebreeën 11 staat er nog veel meer. Maar ik wil afsluiten met het volgende. Als je de laatste verzen leest erbij, hè, dan lees je daarvan, ik laat met een ander. Ik zal het even opzoeken. Vers 35 wil ik met u lezen. Er staat, vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen, moet je voorstellen, zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Weer anderen hebben spot en geestelslagen verdragen, ja, zelfs boeien en gevangenissen. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het woord, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgedwaald in schapenvachten en geidenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen van de aarde. Deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Nou, als je dat leest, hè, dat is heftig, hè? Maar wat is er in het verleden, wat is er veel geleden? Maar dankzij het feit dat zij het geloof hebben vastgehouden. En ze kunnen het lichaam vernietigen, maar de geest nooit. Ze kunnen je bij wijze van spreken de tong uitsnijden. Maar Abrahams kinderen, of zo moet ik het zeggen, dat Heer die kan uit stenen zelfs Abrahams kinderen verwekken. Dus het getuigenis zal nooit kapot gemaakt worden. Het zal doen wat de Heer behaagt. Broeder, zuster, dat wilde ik vanmorgen met u delen. Leef in de verwachting. De Heer komt spoedig. Maranatha, halleluja, amen. We gaan de Heer danken. Ik wil u daar graag in voorgaan. Vader, samen hier in deze zaal, maar ook die thuis met ons verbonden zijn, mochten we
een ogenblik zitten aan uw voeten. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Maar wat zijn we bijzonder rijk gezegend dat we u mogen kennen. Dat u ons getrokken hebt uit de duisternis. Een oog geplaatst heeft in het koninkrijk van uw liefde. Er is genoeg gaande in de wereld. En we weten het ook, Heer. Er is geen perspectief meer. De wereld is failliet. Maar ik dank u, Heer, dat u hebt beloofd dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, waarop gerechtigheid woont. Daar zal de zonde tot het verleden behoren. Er zal geen moeite, geen zorg, geen verdriet, geen eenzaamheid, geen gemis meer zijn. Daar bent u alles en in allen. Wat een dag zal dat zijn, als het geloven van ons allen overgaat in aanschouwen. Wonderen van genade, Heer, we prijzen de voor uw heerlijke naam. Zegenen ieder van ons van hart tot hart. U kent een ieder van ons, ook die thuis met ons verbonden zijn. U kent de moeite, u kent de zorg, u kent het verdriet, het gemis, alles, Heer. En we willen bidden, neem het in uw hand en bemoedig en vertroost, Heer. We willen nogmaals bidden voor uw volk Israël en om de vrede van Jeruzalem. En onze gedachten gaan uit, Heer, naar onze broeders en zusters in vervolging. Zij hebben het zwaar. Geeft u volharding, troost en bemoediging. En met hen willen we de roep versterken. Kom spoedig, Heer Jezus. En haal uw kinderen thuis. In het vaderhuis met de vele woningen. Daar waar u bent. Hebt u ook gezegd, wil ik ook zijn, Vader. Die u, de kinderen die u mij gegeven hebt. Wat een toekomst. Geprezen zij uw heerlijke naam. Halleluja. Amen.